Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hadden vandaag te maken met een oostelijke stroming en die voerde veel bewolking aan, en vooral over de noordelijke provincies trok er regen. En in die stroming zaten er behoorlijk wat regengebieden, dus dat gaat vanavond en vannacht ook nog wel even door. Verder zie je aardig wat flitsen boven de zuiden van Duitsland. Daar zitten zware regen- en onweersbuien. En die buien die zorgen daarvoor behoorlijke overlast. Sommige regio's hebben zelfs code oranje of code rood. Dus echt slecht weer daar. Ook in Bosnië code oranje vanwege zware onweersbuien. Maar bij ons staat alles op groen. Vandaag in het noorden, dus behoorlijk veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Daar ook de laagste temperaturen. En je ziet hier heel mooi de grens van de zon terug. Want ten zuiden van deze lijn, daar scheen de zon geregeld. En daar werden zo'n 14 naar 15 graden. Op de satellietfoto zien we ook dat er veel bewolking is. En daar hebben we vanavond dan nog steeds mee te maken. Vanavond om 8 uur, als u naar dodenherdenking gaat, hou dan rekening in het noorden. Met nog wat lichte regen, maar in de rest van het land kan de paraplu thuis blijven. Temperaturen tussen de 9 en de 12 graden, maar het wel een stevige wind. Vannacht is er dan weinig aan de hand. Nog steeds in het noorden, hier en daar ook in het midden wat lichte regen of motregen. Temperaturen rond de 7 à 8 graden. En dan komen we bij bevrijdingsdag. Gaat die ook in het water vallen in sommige delen van het land? Nou, dat is eigenlijk de verwachting van niet. Vanuit het oosten kan er in het noordoosten van ons land nog wel hier en daar wat regen vallen, maar het zou echt slechts een enkel spatje moeten zijn. En in de loop van de dag zou ook dat moeten verdwijnen. Dus morgenmiddag en morgenavond grotendeels droog weer, met name in het zuiden ook kans op wat zon en temperaturen van 11 tot 14 graden. Helemaal geen onaardige dag, maar zeker ook geen topper. Want de records voor deze tijd van het jaar die staan rond de 30 graden. Nou, daar zitten we ver weg. Maar zaterdag wordt het wel flink warmer: 15 graden op de Waldeneilanden, 18 à 19 graden in het Midden en Zuiden, en lokaal 20 graden mogelijk. En bovendien gaat de zon geregeld schijnen. Dus een echte lentedag. Zondag gaat de temperatuur alweer iets naar beneden, schijnt de zon nog steeds van tijd tot tijd. En maandag moeten we weer rekening houden met temperaturen van 11 tot 13 graden en een koude noordenwind. Dus zaterdag genieten en ook morgen is het niet onaardig. Ik ben Michiel Severin. von Weerplaza.nl